President Chandrika Prasad Santokhi heeft een werkgroep geïnstalleerd die het Korps Politie Suriname zal doorlichten. Uit informatie is namelijk gebleken dat er zich vermoedelijk onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de werving en selectie van recruten. De voorzitter van de werkgroep is Sharma Lakisharan, meldt Communicatiedienst Suriname in een persbericht. Lakisharan zegt dat er in alle objectiviteit gewerkt zal worden, met inachtneming van de algemene principes van behoorlijk bestuur. Daarbij zal ook het principe van hoor en wederhoor worden toegepast. Volgens president Santokhi is het KPS een belangrijke actor bij de bescherming van mensenrechten en de rechtshandhaving. Het korps is essentieel bij de waarborging van de democratische rechtsstaat in Suriname. Om deze reden moet het KPS een onbevlekte en integere organisatie zijn en zullen politieambtenaren eveneens onbevlekt en integer moeten zijn, benadrukt het staatshoofd. De werkgroep is geïnstalleerd voor een periode van 3 maanden. Santokhi heeft de korpschef, de politiefunctionarissen en de samenleving opgeroepen om alle informatie omtrent de werving en selectie van politiefunctionarissen en vermeende onregelmatigheden aan de commissie te doen toekomen.